Jij hebt die kracht. Jij kan dingen veroorzaken om je heen. Jij kan de invloed hebben op je omgeving op een positieve manier. En er is geen reden om te wachten daarmee. Ik krijg het gevoel dat ze er ook op zitten te wachten om eigenlijk te vertellen wat zij vinden en hoe zij het zien. En ik vind dat essentieel, omdat zij straks gaan bepalen hoe ons land eruit gaat zien. Als jongeren zie je heel veel dingen om je heen gebeuren. Van kleine tot grote dingen waar je het niet altijd mee eens bent. Of wat je je afvraagt, waarom gebeurt het zo? Of kan het niet beter? Als je je gehoord en gezien voelt, ga je automatisch ook anders met andere mensen om. Toen ik hoorde van Young Impact, toen dacht ik van het is een heel leuk idee om zelf iets te kunnen betekenen voor andere mensen. Want je zag ook dat we er heel fijn mee bezig waren, omdat we dit een heel leuk project vonden. Dus uit vrijwilligheid van de school? Nou, ik vind het al heel geweldig. Hè? Zoals jij naar me toe komt, zoals jij jouw verhaal doet. Ja. Jullie hebben van mij allemaal grote teamen dien. Als je gewoon ziet dat mensen er vrolijk van worden, dat geeft jezelf ook gewoon een zeker gevoel van ja, ik doe iets voor de medemens. Dat is gewoon heel fijn. We vroegen ons echt van ja, wat gebeurt nou als je echt gewoon jongeren en ouderen bij elkaar zet die elkaar allemaal niet kennen. Er waren eigenlijk best wel veel gemeenschappelijke interesses nog tussen de ouderen en de jongeren, terwijl jij verwacht van nou, dat zal er waarschijnlijk niet zijn, maar uiteindelijk, ja, die zijn natuurlijk ook jong geweest, die weten ook hoe het is. Je leert er ook veel van iemand die veel ouder is, veel meer ervaring heeft. Buiten dat je iemand anders blij kan maken, maak je er zelf ook heel blij mee. Ja, je hoeft niet meteen de wereld te gaan redden en zo, dat vraagt niemand van je, maar gewoon kleine dingetjes die maken echt het verschil.